Maar we kunnen nog een stukje omhoog lopen om daar dan nog wat extra hoogtemeters te hebben. En daar dat ronde stuk is ook nog wel mooi om te doen. Mooi. Ik zou niet zoveel naar rechts gaan in dat spletengebied. En dan doen we wel even dit stuk aan touw. We hebben een mooie ijscave gevonden. Die zagen we en hij gaat dus nog heel ver door. Echt heel nice. Super indrukwekkend om al die stenen erin te zien en de luchtbellen en echt onwijs mooi. Kijk jongen, neus ons niet meer af. Heerlijk. Let's call it a day. Best gadget on tour. Echt. Zo lekker. We gaan vanaf de hut richting die exit, zodat we daaronder wat spullen kunnen neerleggen. En dan gaan we ervan uit dat we even dat wandelpad terugnemen naar het gebied vanmiddag. Ja. Dan leggen we onze spullen zo bij het punt waar we eigenlijk doorsteken naar de gletsjer, zodat de tassen iets lichter zijn. En dan zou mijn voorstel zijn om eerst bij de gletsjer Absa te doen. Te kijken of we die gletsjer in kunnen. En dan de gletsjer doorsteken richting die Vernekeugel, die linker Vernekeugel. En dan kunnen we vanaf daar die zijkant afdalen, die wat steiler is. Ja. En kijken hoe we ons voelen of we hem helemaal doortrekken naar het dal en dan weer omhoog lopen. Of dat we vanaf een hoger punt doorsteken naar onze gear. Ja. We gaan even een anker maken om te kijken of we de gletsjer in kunnen opzeilen. Dat het heel mooi is en heel leuk om te doen. Maar omdat dit sowieso gletsjerterrein is, hebben we eerst gecheckt of we hier gewoon kunnen staan zonder dat we aan het touw zitten. En moeten we eerst even het terrein checken voordat we erheen lopen. Dus daarom leg ik het anker wat hoger, zodat we gezekerd richting de gletsjerpleet kunnen. Hier is die volgelopen met sneeuw en daar verdwijnt het touw gewoon de darkness in. Heel benieuwd. Lekker dynamisch touw. Goede training weer voor. Het is echt wel weer even struggelen. Yes.
Ik denk dat zowel het omhoog splitten als de hele bergervaring, dat je ook kijkt wat de berg nog meer te bieden heeft dan alleen die adrenaline kick die je krijgt van het afdalen. Dat maakt ook wel de ervaring in de bergen compleet. Ik heb dan het gevoel dat ik de bergen ook wat meer tot z'n recht laat komen, omdat je alle kanten van die natuur geniet. En niet alleen maar het nemen van die afdaling, maar ook het stukje respect naar de gletsjer, wetend dat het ook iets is wat aan het verdwijnen is. Dat maakt voor mij ook alsof je dan nog extra ervan moet genieten, omdat je niet weet hoe lang je er nog van kan genieten.